we hebben hier een interessant geval van een 62-jarige man bij wie een stuk long is verwijderd onder verdenking van een kwaadaardige tumor. En daar zien we eigenlijk verschillende soorten weefsel op overzicht in. We zien hier wat dwarsgestreept spierweefsel wat van de borstwand komt. Hier wat vetweefsel, dan hier helemaal aan de binnenkant een stukje longweefsel en dit tumorgebied hier tussen. Nou, dat is eigenlijk niet zo gemakkelijk als je daarnaar kijkt wat dat dan is. Want hier zit dus wel een duidelijke tumorproliferatie in, maar die heeft eigenlijk niet zomaar de verschijningsvorm die je heel makkelijk kunt duiden. En dan is de vraag van, is dit een tumor die echt uit de long komt? Of is het een tumor die misschien te maken heeft met asbestcontact en die uitgaat van de bekleding van de longen, oftewel de pleura? Nou, dat is eigenlijk gespecialiseerde problematiek, waar je als routinepatholoog, zoals ik toch ben voor longtumor, dat is niet op zich mijn grote specialiteit, behoefte hebt aan het consulteren van andere collega's, omdat dat ook wel een beladen uitspraak is. Iemand die zo'n tumor heeft gekregen door asbestcontact, die kan bijvoorbeeld recht hebben op schadevergoeding. Dus dat is een diagnose die je niet zomaar zelf kunt stellen en waar je dan graag een gespecialiseerde collega voor consulteert. Dus dat ben ik eigenlijk nu van plan om te doen. En gelukkig hebben we in Nijmegen iemand zitten die hier specifiek goed in is. Dat is professor Gumberg, Katrien Gumberg. En die ga ik nu via PAI eigenlijk proberen te consulteren. Nou, dan is het grote voordeel is dat nu digitaal kan met een paar klikjes op wat knopjes. Terwijl voorheen moest je dan de koepers opsturen per post en dan kon er wel eens 2 weken duren voordat je daar een uitslag over had. Dus ik zal nu even laten zien hoe dat werkt. Ik kan hier in het PALGA-venster, kan ik hier op View klikken. Zit ik hier al in het venster waar ik dus een consult kan aanvragen, dan klik ik hier op Nieuw. En dan heb ik hier 2 mogelijkheden, een panel of een consult. In dit geval wil ik dus 1 iemand consulteren. Dus dat klik ik op het knopje consult. En daar staat 1 ontvangend lab in. Dat is uiteraard het Radboud in Nijmegen. En dan kan ik met dit berichtje hier de patiëntgegevens via de lab-to-lab koppeling die via PALGA werkt op een patiëntveilige manier naar Nijmegen sturen. Dus dat doe ik even als eerste. En zoals jullie hier kunnen zien, heb ik hier 5 beelden van deze patiënt staan. Die wil ik dus alle 5 gaan versturen naar professor Gumberg. En dan kan ik met 1 druk op de knop eigenlijk doen. Dat is dat knopje hier, upload slide. En als ik daarop klik, dan is nu de opdracht verstuurd. En dat betekent dat op dit moment eigenlijk de beelden digitaal verstuurd worden via het PAI-platform naar professor Gumberg. En die kan er dan waarschijnlijk vanmiddag al ergens naar gaan kijken. Ik heb net een bericht gekregen van mijn collega Paul van Diest uit het UMC Utrecht. Professor van Diest heeft mij gevraagd om te kijken naar een longcasus. Ik heb hem al even geopend net, dus ik weet welk nummer het is. En hier staat hij, hier kan ik op het scherm zien om welke patiënt het gaat. En ik kan ook zien wat de vraagstelling is. Het is een stukje van de thoraxwand, pleura parietalis, met verdenking op een mesotelioom met een... bij een patiënt met een asbestcontact in de voorgeschiedenis. En dat vind ik natuurlijk heel interessant. Daar ga ik heel graag naar kijken. En nu kan ik op de PAI Viewer klikken. En dan ga ik zien welke beelden daarbij zitten. En het is een geanonimiseerde patiënt in dit geval voor de test. En ik zie dat er 5 beelden zijn meegestuurd. En sommige pathologen kijken dan eerst naar de beelden, maar ik ben dan ook wel heel benieuwd wat de overwegingen elders zijn geweest. Dus ik kijk eventjes in het voorlopige verslag van elders. En daar zie ik alleen de macroscopie staan. Dat is wel handig. Afmetingen en dergelijke. Maar nog geen microscopie. Dus daar kan niet spieken. Nou, dan gaan we maar eens naar de beelden kijken. Dan klik ik het eerste beeld aan. Hier. Dan zien we hier thoraxwand met skeletspierweefsel, wat bloedvaten, wat vetweefsel. Hier. En dan gaan we naar de lesie, die hier te zien is. En daar zit ook nog wat longweefsel aan. Dus het zit op het grensvlak van long naar thoraxwand. En die zijn al aan elkaar verbonden. Dus kennelijk ook verkleefd. Dus dan gaan we hier inzoomen op de tumor. Dan zien we dat het een tumor is die epitheloïde rangschikking heeft in kleine strengen. Hier af en toe ook kleine trabekels. Ik kan er zo mooi doorheen lopen. En als ik nu een ander stukje wil zien, bijvoorbeeld hier, dan zien we nog wat skeletspierweefsel. En zo kan ik door het beeld heen navigeren. Dat is erg handig. Ik zie dat er ook wat, even veel stroma tussen zit. Dus ik heb al een indruk.
Ik wil nu graag naar het volgende beeld. Die pak ik dan hieronder. Zo loop ik door alle beelden heen. Hier, hetzelfde, hier gaat hij een klein stukje de long in. Nee, toch niet, hij blijft er buiten. Een beetje ontsteking bij, dit is thoraxband. En ook hier. Ja, bij deze casus deel ik de overweging van professor Van Diest. Dat het hier zou kunnen gaan om een mesotheliom, maar met altijd in het achterhoofd de overweging dat het toch een andere type tumor is, of uit de long of eventueel nog van een metastase van iets. En in dit geval zou ik altijd immunohistochemisch onderzoek inzetten. En dat ga ik nu in het verslag onderbrengen. Bedankt voor het consult. Ik deel je overwegingen en ik adviseer je om immunohistochemie te doen. Dat kunnen wij ook eventueel doen, moet ik het blokje opsturen. Maar het kan natuurlijk net zo goed in Utrecht gebeuren. En ook de immunohistochemische kleuringen zouden we dan weer kunnen delen, zodat ik eventueel mee kan kijken als dat nodig is. En dan de conclusie definitief maken. Dus ik ga nu op autoriseer drukken en nu gaat hij via de lab-to-lab module naar het UMC Utrecht. Beelden zijn weg, verslag is weg.